Goedemorgen. Zojuist heeft de Russische president Poetin een gedeeltelijke militaire mobilisatie afgekondigd. Dat betekent onder meer dat 300.000 reservisten worden opgeroepen voor militaire dienst. Dat deed hij in een televisietoespraak op de Russische televisie. Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Повторю, речь идет именно о частичной мобилизации. То есть призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. И прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. We gaan naar correspondent Olaf Koens in de Oekraïnse stad Kharkov. Olaf, fijn dat we met jou kunnen praten daar. Je hebt de speech helemaal gezien. Wat betekent dit nou, die gedeeltelijke militaire mobilisatie? Ja, goedemorgen Robbie. Nou, ik zag een behoorlijk agressieve Poetin. Een Poetin die eigenlijk alles omdraait. Hij zegt, het Westen voert een agressieve oorlog tegen ons, tegen Rusland. Terwijl het natuurlijk Rusland is dat hier Oekraïne is binnengevallen. En hij zegt, het Westen dreigt ons. Ze proberen ons te bedreigen. Ze proberen ons af te persen met een nucleaire dreiging. Terwijl ook dat natuurlijk andersom is. Ja, dan komt er dus een mobilisatie aan. Dat gaat om 300.000 Russische reservisten. Die moeten zich melden. Dat zal de komende tijd moeten gaan gebeuren. Dat is het totale cijfer wat beschikbaar is volgens de laatste gegevens. Uiteindelijk moet nog maar blijken om hoeveel mensen dat dan daadwerkelijk gaat. Maar het duidt erop dat Rusland deze oorlog nog lang niet, daar zijn ze nog lang niet mee klaar. Ze willen hier enorm in investeren. En ze willen de verliezen die ze de afgelopen tijd hebben geleden inhalen. Ja, is dat inderdaad hoe we deze speech van Poetin met de steviger taal die hij nu spreekt moeten interpreteren? Dat het nog lang niet klaar is? Ja, zeker. Wat we zien hier in de regio, wat we ook de afgelopen dagen hier gezien hebben in de regio Kharkiv en daarbuiten, is dat het Oekraïnse leger hard terugslaat. De Russen zijn kilometers ver verdreven van hun posities en ze lijden enorme verliezen. Nou, dat is natuurlijk niet iets wat Vladimir Poetin op de televisie kan vertellen. Maar we zien dat op het slagveld de realiteit simpelweg is dat de Oekraïners met alle westerse wapens die ze krijgen, dat ze die oorlog stap voor stap aan het winnen zijn. We zagen aanvallen op de Krim, we zien aanvallen in het oosten van Oekraïne. We zien dat het Oekraïnse leger, het Russische leger, stapje voor stapje aan het verslaan is. Ja, en dus moet Vladimir Poetin iets doen. Hij moet alles proberen te vinden wat hij kan. Materieel heeft hij bijna niet meer, mensen ook niet. En dus moeten dus nu reservisten worden ingezet. Maar daar zullen lang niet alle Russen blij mee zijn. Oké, Olaf, zometeen kom ik nog bij je terug. Want intussen wordt er ook wereldwijd verbolgen gereageerd op een andere ontwikkeling in de oorlog. Pro-Russische bestuurders van die bezette gebieden in Oekraïne hebben referenda aangekondigd. Daarin wordt de bevolking van onder meer Luhansk en Donetsk gevraagd of ze bij Rusland willen horen. Ja, het lijkt democratisch een referendum, maar het is waarschijnlijk geregisseerd door Moskou. Verschillende landen en ook de NAVO zeggen de referenda dan ook niet te accepteren. Ja, Olaf, wat wil Rusland dan nou met deze referenda? Ja, Robin, dit is totaal doorgestoken kaart. Dus dit is een scenario wat we ook al hebben gezien toen de Krim werd geannexeerd. Wat ze hiermee willen doen, deze nep-referenda worden hier georganiseerd en daarmee kan Rusland formeel het gebied hier in Oekraïne annexeren. En wanneer Rusland dat annexeert, dan kunnen ze juridisch zeggen dat het andersom is allemaal. Net als Poetin in zijn speech vandaag ook deed. Hij kan dan zeggen, het is Oekraïne dat Rusland aanvalt. Het is een soort juridisch trucje, ook om te zorgen dat het eigen volk verder achter die oorlog moet staan. Maar het is allemaal doorgestoken kaart. Die referenda, ja, je kan niet gaan stemmen over of je wel of niet bij Rusland wil horen in een gebied wat net door Rusland veroverd is. En ook nog eens onder druk, onder een totale militaire bezetting. Het is wat Rusland nu doet om het in eigen land te verkopen, om te proberen deze oorlog verder te escaleren. En ze doen het ook in de hoop dat Oekraïne misschien een beetje gaat twijfelen. Nu vechten ze een oorlog uit op eigen grondgebied. Dan hoeven ze zich niet in te houden. Maar als Rusland deze gebieden annexeert, ja, dan moeten ze juridisch formeel gezien dus Rusland aanvallen. Nou, ik denk niet dat Oekraïne zich daardoor zal laten tegenhouden. En dat was ook de boodschap uit Kiev vandaag. In Kiev zeggen ze, voor ons verandert er helemaal niets. Oké, Olaf, dankjewel voor je toelichting vanochtend.